Mijn naam is Edwin Kanis, directeur marketing innovatie bij Axians. En ik zit hier vandaag aan tafel met Stefan Collet, business developer bij Axians. En Hendrik Visser, client manager, ook bij Axians in dit geval. Voor een dialoog over de examenwerkplek, in dit geval natuurlijk voor het onderwijs. Stefan, kun jij mij eens uitleggen wat de examenwerkplek nou eigenlijk is? Ja, zeker. Wat we ontwikkeld hebben met de examenwerkplek is een omgeving die aan de ene kant zorgt dat examen dynamisch kan worden opgebouwd. Dus die examenomgeving die je nodig hebt om dat digitale examen vorm te geven. En aan de andere kant een stuk robuustheid inbouwt, noem ik het altijd maar. Een stuk security en dat soort zaken. En met dat digitale platform staan we eigenlijk tussen de applicaties, de examenapplicaties en proctoring applicaties in. En brengen we die zo goed mogelijk naar die student toe. En zorgen dat het allemaal vanuit een self-service portaal gedaan kan worden door een examenfunctionaris. Oké, is er ook een reden waarom Axians dit nou specifiek heeft ontwikkeld? Nou ja, wat we zien. Ik heb zelf ook een onderwijskundige achtergrond. In ieder geval heel wat jaren meegelopen in de onderwijsmarkt op IT-vlak. Dat het vormgeven van examens en vooral dat proces, dat het eigenlijk bijna om de zoveel jaar opnieuw wordt vormgegeven. Er komt dan altijd weer iemand, verkeerde moment bij de koffie noem ik het altijd maar, en die is verantwoordelijk om dat te gaan doen. En je merkt aan de andere kant dat het aantal examenmomenten gewoon gigantisch aan het toenemen is. Als je ook nog eens kijkt naar lifelong learning en dat soort zaken, het aantal toetsmomenten neemt gigantisch toe, terwijl dat proces best wel heel complex is. Misschien dat Hendrik daar dadelijk wat meer over kan toelichten. En wat je terugziet is dat heel veel onderwijsinstellingen zich terecht ook wel zorgen maken van, loopt dit allemaal nog wel zo secure? Hè? Kunnen we nog wel de governance van zo'n examenflow waarborgen? Ook als het in één keer thuis gaat plaatsvinden bijvoorbeeld. Helder, helder. Goed punt inderdaad. Hendrik, jij bent elke dag in de weer met onderwijsinstellingen in dialoog met. Is dat echt zo? Is dat examenproces zo complex? Jouw voorgaande vraag ik zat al op het puntje van mijn stoel om daarop te reageren. En als je kijkt naar wat wij ontwikkeld hebben, daar zijn we al jaren mee bezig, zijn we al 3 jaar mee bezig. En hebben we samen met een onderwijsinstelling hebben we dat vormgegeven, dat ontwikkeld. En wat wij gewoon gemerkt hebben, en dat merkt het onderwijs zelf ook, het is inderdaad een complex proces. Daar moet heel veel in gedaan worden. En wat je ziet is dat kent doorlooptijden van 2 weken. En dan zie je aan het einde van die 2 weken dat net niet dat geleverd wordt of dat gedaan wordt wat voor dat examen nodig is. En dan kun je dus opnieuw, maar dan veel sneller. Dus je bent eigenlijk net te laat. En wat wij nu gecreëerd hebben, dat hebben we als uitgangspunt genomen, dat we naar ad hoc examinering kunnen. Dus iemand dient zich aan, ik wil dat examen doen en dan kan dat ook. En dat is ook noodzakelijk in de veranderingen die nu gaande zijn. En COVID heeft daar een behoorlijke handje mee geholpen. En je ziet nu dat de technologie het ook mogelijk maakt en volledig cloud gebaseerd. Maakt dat echt het verschil, het feit dat het cloud gebaseerd is? Ik denk dat dat een randvoorwaarde is. Ik ben echt van mening dat dat een randvoorwaarde is. Als dit allemaal on-premise moet, dus in de datacenters van de onderwijsinstellingen zelf, dan ga je niet die flexibiliteit aanbrengen. Dat is gewoon niet mogelijk. Wij hebben het nu volledig cloud gebaseerd gekregen. De eerste onderwijsinstellingen die draaien ook op deze cloudwerkplek. De onderwijsinstelling waar we het mee te ontwikkeld hebben, die hebben we van de eerste versie afgehaald. En die merkt nu die extra toegevoegde waarde ook. Ja, en wat denk ik ook echt een belangrijke erin is, hè, is dat we gewoon zien dat ook het aantal overlegmomenten wat nodig is normaal in het examenproces, dat je dat zoveel mogelijk wil wegautomatiseren. Dus de dialoog die continu nodig is tussen examenverantwoordelijken, planning, uiteraard IT-afdeling. Nou, door die hele self-service kant gaat dat nu in één keer allemaal automatisch. Hè? Is die werkplek zomaar opgespind op het moment dat die ook er moet zijn zonder dat er een IT'er aan te pas komt. Ja. En dan denk ik, het is allemaal een stuk eenvoudiger geworden. Het gaat eigenlijk allemaal automatisch, zeg je. Dan denk ik, ja, het zal wel. Kan een van jullie dat eens laten zien ook misschien? Ik denk dat Stefan dat wel kan laten zien, ja. Ja, graag zelfs. Ik ben er nog steeds trots op. Dus we zien het nu in het scherm. Tenminste, degene die de video kijkt, ziet het in zijn scherm. We loggen hier bijvoorbeeld in als een student. Dit is de portal die wij voor Saxion hebben gecreëerd. Uiteraard de testomgeving, dus je ziet fictieve namen. We loggen hierin als een examenfunctionaris en we gaan laten zien hoe dat er dan uitziet. Hè? Hoe ga je daadwerkelijk je examen aanvragen? Je ziet hier bijvoorbeeld een aantal voorgedefinieerde examens. Uiteraard kan het ook vrijgegeven worden, afhankelijk van hoe goed dat een docent dit zelf kan. De volwassenheid op IT-vlak. Er worden gewoon leerlingen geselecteerd. Welke studenten mogen nou een examen gaan doen? En met een druk op de knop eigenlijk wordt dit allemaal aangegeven. Wanneer moet het examen plaatsvinden, et cetera. En dat is eigenlijk de enige handeling die ze moeten doen. Uiteraard zijn er meer mogelijkheden nog. Maar dat is wat er voor nodig is. Als we dan kijken, er is nu automatisch een digitale examenomgeving aangemaakt. Daar loggen we op in als een student. Automatisch als student inlogt, zie je eigenlijk nog maar 1 ding in het scherm. Je ziet het examen waar je dadelijk voor klaar moet zitten. Die examen wat je gaat afnemen.
Dat komt nu in het scherm. Je ziet bijvoorbeeld rondom programmeren een examen. De student klikt erop, heel die werkplek wordt ook automatisch vergrendeld op de manier zoals we dat willen. Dus de juiste applicaties komen, de juiste settings worden ingesteld. De recording krijg je net de melding over. En vanaf dit moment kan iemand zijn examen doen en wordt er een volledige recording gedaan van die examenwerkplek. Dus alles wat daar gebeurt. Dus in dit voorbeeld zie je dat er op een applicatie wordt geklikt. Die applicatie die wordt ingeladen. En dadelijk zou je dit ook terug gaan zien in de recording die opgenomen was. Uiteraard kunnen hier allerlei applicaties landen. Dus gewoon de toetssoftware van de instelling zelf die geselecteerd heeft. Dus of dat nou question mark of wat dan ook is. We gaan hier nou verder. We gaan weer inloggen als een examenfunctionaris. Puur om te kijken welke resultaten zijn er nou uitgekomen uit het examen. En te beoordelen of dat, nou ja, zaken allemaal netjes zijn verlopen uiteraard. En ook te kijken van, goh, hoe kunnen we aan de ene kant nou ja, de governance structuur, waar we het er straks over hebben gehad, daarmee waarborgen. Maar hoe kunnen we ook zelfs studenten helpen om zelf inzicht te geven, bijvoorbeeld bij een formatieve toets, wat ze in de toetsmomenten verkeerd hebben gedaan en waar ze nog van kunnen leren. Dus dat is een super waardevol extra die je eigenlijk krijgt doordat je het examen opneemt. Nou, je ziet hoe simpel dit werkt. Een examenverantwoordelijke hoeft alleen maar naar het toeltje toe te gaan en kan daar zelf kiezen welke videorecording wil ik zien. Kan zowel live meekijken als in de tijd natuurlijk historisch terugkijken. En je ziet hier exact wat een student aan het doen was of aan het doen is. En onderin zie je gele bolletjes die het ook nog eens wat makkelijker maken. Waardoor je kan zien op welke momenten gebeurde er nou echt iets in die toetsomgeving wat het toe doet. Dus bijvoorbeeld een applicatie die gestart wordt of een bestand wat opgeslagen wordt. Of nou ja, de afmelding van het examen. Simpelweg, ik wil mijn examen opnemen of afronden, ja of nee. Super waardevol en we zien ook in de praktijk dat we hier gewoon heel veel uit hebben gehaald. Dus fraudemomenten, en dan moet je denken aan een student die aangeeft, goh, ik ben mijn examen kwijt. Nou, daar heb je in één klap geen last meer van. Hè? Je kan het gewoon terugzien. Je ziet iemand over, moet ik opslaan, over ja heen gaan, heel snel naar nee gaan, daarop klikken. Okay. En daarna komen we, mijn examen is weg. Nou, dat scheelt gigantisch veel tijd, dit soort bewijslast, om dat soort zaken boven water te krijgen. Helder, en uit wat voor componenten bestaat nou zo'n examenomgeving? Nou, het begint eigenlijk bij de voorkant. Dus we kijken aan de eerste, in de eerste instantie natuurlijk mee hoe ziet het examenproces van zo'n instelling eruit. Vooral omdat we zoveel mogelijk willen automatiseren en orchestreren. Dat doen we met Ivanti-technologie aan de voorkant. Een self-service platform, orchestratieplatform. Daar hebben we daarna wat lijm in de middel, noemen wij het altijd. Dus onze eigen scripts en dat soort zaken die we nodig hebben om de technische componenten op te starten op de juiste momenten. Dus dat is aan de ene kant Azure Windows Virtual Desktop, volledig cloud product van Microsoft. Aan de andere kant Citrix Virtual Apps en Desktops. Daarmee doen we de recording en dat soort zaken en zorgen voor wat meer stabiliteit nog in die hele omgeving. En uiteraard zit er nog een Azure component aan de achterkant, noem het maar even, waar storage en dat soort zaken gebeurt. En slimmigheid, waardoor dat we al die videorecordings nou ja, op een betaalbare manier opslaan. Dus niet als grote bestanden, maar op die manier. Eigenlijk een hele mooie samenloop met die vier partijen, inclusief Actie Hanson. Helder, dat is inderdaad een mooi pakketje, alles bij elkaar. En dan kijk ik ook even naar Hendrik, van hoe kan een klant dit dan afnemen? Het belangrijkste is, als je dit soort diensten dan ontwikkelt, dat je het als clouddienst aanbiedt bij klanten. Dat is denk ik het belangrijkste. En dan het allermooiste is dat om het dat een op een prijs per eenheid te doen. En wat wij gedaan hebben, is dat we een prijs per examen hebben gehanteerd. Dat maakt het lekker voorspelbaar, want als je een examen aanvraagt, dan weet je ook op voorhand wat je kosten zijn. Dus er zijn ook geen verrassingen achteraf. En op die wijze wordt ook afgerekend. Dus er wordt achteraf afgerekend wat daadwerkelijk geconsumeerd is. Super, hartstikke helder verhaal, heren. Als afsluiter, Stefan, waar moeten mensen zijn voor meer informatie? Nou, uiteraard zie je onderin het scherm staan waar dat je nog meer informatie kan vinden qua contactgegevens. En uiteraard spreekt voor zich Hendrik Visser, Stefan Colet. Nou, we informeren mensen gewoon heel graag hoe dat je de next step kan zetten en hoe dat het echt goed past binnen jouw onderwijsinstelling. Super heren, dankjewel voor deze korte maar toch zeer krachtige dialoog. Maar is helder wat de examenwerkplek is. Dank daarvoor. Graag gedaan. Hetzelfde. Equity and access are critical to the mission of higher education, but delivering accessible and inclusive digital learning experiences can be a challenge for institutions.
Blackboard Ally was developed in collaboration with accessibility experts and with Universal Design for Learning principles in mind to help institutions improve the quality of the learning experience for all their students. Ally integrates with major learning management systems and consists of three core components designed for administrators, faculty, and students. For administrators, Ally provides an institutional report, which includes data and analytics about accessibility issues with digital course content. For instructors, Ally provides detailed feedback and guidance to correct accessibility issues with their digital content. And for students, Ally generates alternative formats of learning content, allowing students to choose a format best suited for their learning needs. So how does it work? Let's begin with the alternative formats. Here I am as a student in my Blackboard Learn Ultra course. Now, if I were to go ahead and download the original file of this Brown vs. Education PDF and open that up, I can see here that my teacher has uploaded a scanned PDF. It's been photocopied, digitized. Now, this is a completely inaccessible document. So as a student, I want something better. And so if I go to alternative formats, I can select from the menu here an OCR PDF. OCR stands for Optical Character Recognition. It's going to extract the text from that document so that when I hit download and open up my new file, I can see here just a much clearer, easier to read document. Now, Ally also provides other options for students. For example, if I'm a student who is accessing this content on a mobile device and I want a document with text that's responsive to the size of my screen, I can download what's called an HTML format through Ally. And if I go ahead and open up this HTML format, you can see it's a simplified content, it's single column. I can zoom in on it really closely, have a nice, clean reading experience on a mobile device or other smaller screens. Other options that I have as a student, I have an EPUB format. If I want to open this in a free e-reader, take advantage of the built-in annotation tools, be able to highlight text, be able to change the font, especially if I'm a student with dyslexia. Maybe I have a preferred font. EPUB allows me to very easily change fonts. I can download an electronic braille format. So if I'm a student with a visual impairment who uses a refreshable braille display, this electronic braille format is going to give me a tactile reading experience. If I'm a student who benefits from listening and reading my content at the same time, bimodal presentation, I can download an audio MP3 format and have that experience. I can use this MP3 while I'm driving in my car, while I'm taking a walk or exercising, giving me increased flexibility for how I engage with my content. Beeline Reader format is a very interesting format designed to improve reading speed and focus. The last format you see in the menu here is our translated format. Ally will generate a machine translated version of the document. We have a library of 50 different languages for that translation. So if I'm a second language learner, I can access the content in my native language. And so these alternative formats are made available to students on demand without any intervention by the instructor. The first time it will take a few minutes to process, and then as a student, I can access the content in a way that works best for me. Next, let's take a look at how instructors engage with Ally's accessibility feedback and guidance. For many instructors, they may not be familiar with best practices for creating or authoring accessible digital content. And so back in my course, as an instructor, I can see those alternative formats icons, but I can also see these Ally indicator icons. And these appear red, orange, light green, or dark green based on the accessibility of that file. Now here I have an image file. It has a red indicator next to it. When I click on that indicator, I can see that this image does not have a meaningful description. It does not have sufficient alt text. In this case,
The alt text was picked up just as the file name, as a student with a visual impairment, or as a student using a text-to-speech tool. This doesn't let me understand what the content of this image is. Now, Ally, if I'm unfamiliar with what image description is, will provide me with some tutorials and explanation, why it matters, some tips about how to write an effective description so that I understand what the problem is, and then I can go right into Ally and add in my textual description. And so in this case, we have stairs with an access ramp next to them. I can hit save and I can watch my score improve. In this case, it's 100%. I have no remaining accessibility issues to fix. Now, with other types of content, with a PDF, for example, I'm going to get step-by-step instructions about what this means. In some cases, I'll be directed back to my authoring tool, such as Word or PowerPoint, to fix the issues. Or I can always upload my fixed file into Ally and watch my score improve. As an instructor, I also have the option to view accessibility issues in my course accessibility report. Here I can see a breakdown of the different types of content I have in my course. I can receive some guidance about the easiest accessibility issues to fix, my lowest scoring content, and then I can also look at the individual issue level. So I can identify, for example, all of my scanned PDFs in my course and go ahead and launch the feedback directly from the report, a faster way to address accessibility issues with my content through the course accessibility report. And finally, let's take a look at the institutional report for administrators, the window into accessibility issues across the learning management system. Ally offers what's called our institutional report, and this is a way for administrators to look how they're doing over time in accessibility. They can filter by academic year, by term. They can see a breakout of their file score versus their WYSIWYG or HTML score. They can see the number of courses that are being scanned by Ally within that time period, the amount of content created during that time period. And then, like the course accessibility report, they can also look at the issue level to see what are their most pressing issues to better strategically allocate resources and support. This report also allows administrators to look at the course level so they can identify high need courses based on enrollment or other factors. The report also allows administrators to look at the department level, so based on their institutional hierarchy, understand how departments are performing as far as accessibility. And finally, they're able to export their usage data, understand how much instructors are engaging with the instructor feedback, as well as how often students are downloading alternative formats and what types of formats they're finding most beneficial to their learning. As institutions rely more and more on digital tools to deliver learning experiences, Blackboard Ally helps ensure those experiences are both accessible and high quality. More than just a technology product, Ally is a community of thought leaders advancing research on inclusive pedagogy and universal design for learning. Join us and our community of accessibility champions at usergroup.ally.ac, and good luck on your mission to more inclusive education. Het is een kwestie van de docent en de technologie bij elkaar brengen. We zijn hier vandaag in Hengelo in het prachtige gebouw van de ROC van Twente, waar we met Bas Hering gaan praten over de inzet van moderne technologie in hun prachtig nieuwe EduLab. Bas, bedankt voor de uitnodiging hier in deze geweldig mooie ruimte. Kun je mij vertellen, waar zijn we hier? Welkom. We zijn hier op ROC van Twente en je bevindt je op dit moment in ons nieuwe EduLab. En dit is onze ruimte om samen met docenten te experimenteren met behulp van educatieve technologie. Om te kijken of we ons onderwijs kunnen verbeteren en toekomstbestendig kunnen maken.
Nou hoor je een hoop over hybride onderwijs. Ik kan me zo voorstellen dat dat ook iets is waar jullie hiermee aan de slag gaan. Hoe ziet dat er voor jullie uit? Bij ons is inderdaad heel veel sprake van hybride onderwijs. Zeker nu met corona is dat in een ontzettende stroomversnelling terechtgekomen. Steeds meer mensen die werken met camera's in de klas, hebben studenten thuis en op school. En je ziet een bepaalde beweging richting meer blended onderwijs. En dat is vooral wat we in ons EduLab ook proberen te doen. We proberen docenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van blended onderwijs. Dat is niet nieuw, dat deden we eigenlijk voor corona ook al. Maar toen vonden mensen het toch vooral prettig om heel veel in de klas te doen. Dat vinden ze nu nog en dat is nog steeds heel belangrijk. Alleen dat kan niet altijd meer. En als we naar de toekomst kijken, dan zal ons onderwijs ook wat meer blended moeten worden. Dus wat meer lessen op afstand, wat meer dingen die zelfstandig online gedaan kunnen worden, asynchroon. En we hopen met het EduLab onze docenten daar meer kennis te laten maken. En daar gebruik je allerlei moderne technologieën voor. Kun je een idee geven van wat je hier dan allemaal inzet? We zitten hier bij sproutmachines. Dat zijn eigenlijk 3D-scanners, worden ze voornamelijk voor gebruikt. Dat is vooral omdat je een plaatje kunt gebruiken als je iets wil laten zien. Maar een 3D-model is krachtiger. Een docent zal altijd het liefste gewoon in de klas iets willen laten zien, iets fysiek. Kan niet altijd. Als je het op afstand wil laten zien, dan kun je er een filmpje van maken, je kunt er een plaatje van laten zien. Alleen met deze machines is het ook mogelijk om er een 3D-model van te maken. Een student kan dan thuis vanuit zijn huiskamer iets pakken, draaien, bekijken, etc. Nou, voor de rest hebben we 3D-printers, robotica gaan we mee aan de gang, virtual reality en natuurlijk de eenvoudige dingen als softwarematig. Online quizzes, werken met PowerPoint, ook daarvoor kunnen docenten bij ons terecht. Nou, klinkt allemaal hartstikke goed. Misschien kunnen we een rondje doen en kun je me wat meer laten zien en wat meer uitleggen over hoe jullie het een en ander dan inzetten. Lijkt me uitstekend. Bas, in je introductie vertelde je dat jullie ook robotica inzetten. Ik zie hier het een en ander liggen. Hoe gaan jullie dat inzetten in je lessen? We staan hier bij onze robotica tafel. Die draait om programmeren. En de reden dat die er staat, is eigenlijk omdat we in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs zien we steeds meer scholen die aandacht besteden aan programmeren. In landen om ons heen wordt het soms verplicht en dat is hartstikke interessant. Bij ons rijst dan de vraag, wat kunnen we daarmee in het mbo? Is dat ook wat voor ons? En dat hopen we met deze tafel te gaan ontdekken. We hebben natuurlijk opleidingen waar geprogrammeerd wordt, waarbij programmeren echt het doel op zich is. Dat is heel interessant, maar dat is niet waar dit per se voor bedoeld is. Dit is meer het programmeren als middel. Als je programmeert, dan moet je samenwerken, je moet nauwkeurig werken. Je moet goed begrijpen wat de gevolgen zijn van acties die je uitvoert. En dat zijn allemaal eigenschappen die voor al onze studenten heel belangrijk zijn. Ook voor hen kan programmeren een hele interessante, een hele leuke en mooie manier zijn om die vaardigheden aan te leren. En ik kan dat antwoord op zich niet geven. Maar ik hoop dat we in het EduLab hier, samen met onze docenten, die stap kunnen maken. Bas, een andere technologie waar je het over had was virtual reality. Je hebt hier een bril in je handen. Ik ben wel heel benieuwd naar hoe jullie dit denken te gaan inzetten hier in dit lab. Virtual reality is volgens mij een van de meest veelbelovende technologieën voor de toekomst. Het is er nu nog niet, maar het ontwikkelt zich zo snel dat wij volgens mij in de toekomst veel meer met virtual reality gaan doen. Binnen het mbo kun je dat al heel goed zien, omdat docenten hier meer dan gemiddeld hun eigen onderwijsmateriaal moeten ontwikkelen. En elke docent wil het graag spannend maken en aantrekkelijk maken voor zijn studenten. We hebben docenten die al werken met virtual reality, die bijvoorbeeld met bepaalde software foto's maken in een ruimte. En die ruimte kun je vervolgens verrijken met vragen, met extra informatie. En dat kan heel kleinschalig. Dat kan al met zo'n Google Cardboard en een smartphone. En in het EduLab kunnen we dat doen. Maar we kunnen natuurlijk ook, nou helemaal tot aan dit soort sets, het hele spectrum van virtual reality laten zien. En ik ben heel benieuwd waar onze docenten mee komen om hun onderwijs beter te maken. Dus net als bij die andere technieken die we net gezien hebben, gaat het je meer om het creëren en om het gebruik maken van het volledige spectrum van die technologie, dan dat je alleen maar het gebruikt als speeltje en als tool om leuke dingen mee te doen. Absoluut. Wat voorop staat in ons EduLab is dat het meerwaarde heeft voor het onderwijs. En dat kan alleen bepaald worden door de docenten die het echt in hun klas moeten gaan inzetten.
Dus daarom ook deze ruimte om die experimenten te doen met elkaar. Bas, je hebt mij allerlei hele mooie dingen laten zien in dit geweldige EduLab. Allemaal moderne materialen. Maar waar ik nog wel benieuwd naar ben tot slot, is het waarom. Nou, we denken dat het helpt, omdat het gewoon moet. Onze samenleving digitaliseert in zo'n snel tempo. Je kunt als samenleving en als onderwijsinstelling niet achterblijven. Daarnaast geeft het ons de mogelijkheden om het onderwijs zoveel aantrekkelijker te maken. Het is een kwestie van de docent en de technologie bij elkaar brengen. De docent met zijn expertise uit het onderwijs en wij met onze expertise over educatieve technologie. Volgens mij kunnen we dan alleen maar een geweldige toekomst tegemoet gaan. Hallo, mijn naam is Kees van Gent. Ik werk voor de Vrije Universiteit in Amsterdam. En samen met andere instellingen werk ik aan het SURF-innovatieproject Copyright Tool. Ter ondersteuning van het onderwijs gebruiken docenten heel vaak artikelen of delen uit boeken. Heel vaak in digitale vorm. En hoewel zij zich bewust zijn dat dit onderwijsmateriaal auteursrechtelijk beschermd is, kent men niet altijd alle regels. En om hen te helpen, de docent, bij het correct gebruik van omgaan met auteursrechtelijk beschermd materiaal, ontwikkelen wij de Copyright Tool. Deze tool wordt onderdeel van de digitale leeromgeving van de instelling. En wanneer een docent een bestand beschikbaar stelt aan de digitale leeromgeving, dan wordt hij door de tool geadviseerd hoe het zit met licenties, of er open access materiaal beschikbaar is en of er eventueel kosten zijn verbonden aan het hergebruik van het materiaal. Waarom doen we dit? Als docent krijg je advies op maat over het hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. De universiteit krijgt inzicht in het hergebruik van dit materiaal en de universiteit krijgt een overzicht van de kosten. En daarbij benutten we de mogelijkheden van open access beter. Kortom, we maken het makkelijker voor elkaar en we voorkomen extra kosten. Hoe werkt de tool nu? Na het uploaden van een bestand in de elektronische leeromgeving worden deze door de tool gecontroleerd op auteursrecht. Overzichtelijk wordt dan aangegeven of het bestand gebruikt kan worden of dat er een actie nog nodig is. Het kan zijn dat de tool een open access alternatief heeft gevonden. Of dat er aanvullende informatie gegeven moet worden. Of dat er een reden is dat het bestand beter niet gebruikt kan worden op deze manier. Na de controle is er een helder inzicht in het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in de cursus. De volgende stap die wij nemen is het draaien van pilots. Wil jij een van de eerste zijn die deze tool in gebruik neemt? Of wil je op de hoogte gehouden worden door het ontvangen van een nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op en ga daarvoor naar surf.nl copyrightproject. Dankjewel voor het kijken. Doorpakken op digitalisering is voor mij lef tonen, doorpakken en verlangen. Ontwikkeling in het onderwijs, constant proces en innovatie. Mogelijkheden, uitdaging en kansen. Doorpakken op digitalisering is voor mij de digitale burger, innovatief onderwijs en een leven lang ontwikkelen. En voor mij is doorpakken op digitalisering mijn dagelijks werk. In het programma werken we met inmiddels 30 mbo-scholen samen om digitalisering in het onderwijs te verbeteren. De thema's uit ons programma zijn leven lang ontwikkelen, digitaal burgerschap, regie op leermiddelen, eigen dossier, onderwijslogistiek, data-ondersteund onderwijs, innovatie en docentondersteuning. Het eerste half jaar zijn we vooral bezig geweest met het bemensen van het programma. Op de 8 thema's zijn inmiddels volledige teams actief met mensen van de scholen. Vandaag sta ik bij MBO Rijnland. Dat is een van de instellingen die meedoen met ons programma. MBO Rijnland is heel actief op het thema onderwijslogistiek. In dit thema onderzoeken we aan welke knoppen je kunt draaien om te flexibiliseren in het onderwijs in je school. Een van de mooiste resultaten die we hebben opgeleverd is de ontwikkeling van een informatiearchitectuur voor het MBO. Dit project, Route 21 geheten, doen we vanuit het thema leven lang ontwikkelen. Want hoe meer we standaardiseren, hoe meer we ook kunnen flexibiliseren.
Een ander mooi resultaat zien we bij het thema leermiddelen, waarbij het team een programma van eisen heeft ontwikkeld om meer flexibel om te kunnen gaan met leermiddelen. Dat wordt besproken met leveranciers en met de scholen om dat ook in pilots te kunnen realiseren. Ben je nou nieuwsgierig naar deze thema's of wil je ook meedoen? Ga dan naar onze website en meld je aan. En voor mij in drie woorden: didactiek, didactiek, didactiek. Noordhof introduceert een nieuw innovatief leerproduct, Studiemeister. Waar je ook bent, met Studiemeister vind je al het studiemateriaal op één plek en studeert een student op ieder gewenst moment. Met deze slimme online leertool helpen we studenten om efficiënter te studeren en docenten gerichter les te geven. Klinkt goed, toch? We leggen je graag uit hoe dat werkt. Studiemeister is een online lesprogramma, samengesteld door een docent. Dat betekent dat een student zeker weet dat hij precies leert wat nodig is om zijn studiepunten te halen. Bovendien betaalt een student alleen voor de hoofdstukken die worden gebruikt. Zo betaalt een student nooit te veel. Oké, handig. Hoe werkt dat? Vraag een account aan via de site. Als docent zet je een cursus klaar voor je klas. Daarna stuur je je studenten een unieke cursuscode. Deze code heeft een student nodig om toegang te krijgen tot het vak en de klas. Zodra een student toegang heeft tot de cursus, weet je zeker dat hij niks meer mist. Het enige wat een student hoeft te doen is de slides door te nemen, gevolgd door een oefentoets. De uitkomst daarvan maakt direct duidelijk waaraan een student nog tijd moet besteden. Kent een student het al voldoende? Dan kan hij zich gaan richten op de onderdelen die nog niet goed gaan. Dat is lekker efficiënt studeren. Ook handig, jij als docent monitort de voortgang van de groep en kan zien welke onderwerpen goed en minder goed gaan. Deze informatie geeft jou als docent input om de les zo effectief mogelijk in te richten. Ook werken met Studiemeister of meer weten? Ga naar www.studiemeister.nl/docenten en vraag direct een gratis proefaccount aan. Studiemeister. Gericht lesgeven aan geactiveerde studenten.